What's up iedereen, welkom, dit is High Five Video. Ben je klaar voor een nieuwe top 5? Here we go. Iedereen heeft wel eens te dealen met een dip. Omdat je relatie voorbij is, of omdat je bedrijf niet lekker loopt. Je in thuisquarantaine moet zitten, of omdat je ruzie hebt met je beste vriend of vriendin. Een dip mag je natuurlijk nooit vergelijken met een depressie, maar deze 5 tips zijn ook functioneel bij depressies. Here we go. Nummer 5. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Het liefste iedere dag. Ga lekker wandelen, fietsen, hardlopen. Blijf dus niet op je reet zitten. Het zorgt ervoor dat je je gedachten kunt verzetten. Wanneer je 3 dagen in de week een half uur gaat wandelen, helpt dat al om minder neerslachtig te worden. En als je sport, maak je lichaam endorfine aan. En door endorfine ga je je gelukkiger voelen. Nummer 4. Breng regelmaat aan in je leven. Sta op vaste tijden op en ga op vaste tijden naar bed. Blijf 's ochtends niet te lang in bed liggen en ga ook vooral niet te laat naar bed toe. Sla vooral geen maaltijden over, hou je netjes aan je ontbijt, lunch en diner. En doe dat op vaste tijden, ga niet tussendoor lopen snacken. En maak iedere dag ook je bed op, ook zo'n ding. Stofzuigen, opruimen, zorg ervoor dat je niet niks gaat doen. Nummer 3. Ga op zoek naar afleiding. Niet de hele dag in je huis rondhangen, haal een frisse neus wanneer het koud is. Of pak een zonnetje mee wanneer het mooi weer is. Buiten zijn helpt je ontspannen. Het is ook goed om je geest actief bezig te houden. Dus volg online een ontspannende cursus. Of hoe monteer je vakantiefilmpjes? Altijd leuk. Of ga aan de slag met Photoshop, wat je misschien al heel lang wil doen. Zodat je foto's kunt bewerken, zoals hier bijvoorbeeld. En geen zin om nieuwe dingen te leren? Dan ga je toch lekker je vakantiefoto's rangschikken en selecteren. Het helpt je wel ontspannen in ieder geval. Nummer 2. Neem de tijd om je beter te gaan voelen. Een serieuze dip is niet zomaar even opgelost als je een lekker nachtje hebt geslapen. Als je echt overbelast bent, moet je de tijd nemen. Probeer niet te snel te herstellen, dat gaat niet werken. Dan krijg je die klap weer net zo hard terug. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een depressie. Je moet echt even een stapje terug doen. Neem de tijd om aan je problemen te werken. Nummer 1. Niet ontkennen. Dat is werkelijk het allerergste dat je kunt doen. Het helpt niemand als je gaat zitten ontkennen. Ontken niet dat je je slecht voelt. Leg je erbij neer. Maak het besluit dat je er iets aan wilt doen. Dat je het wil gaan veranderen. Krop de gevoelens niet op. Ga met mensen in gesprek. Praat over je situatie. En mocht dat niet genoeg zijn, ja, dan kun je je altijd nog melden bij een huisarts natuurlijk. En die kan je dan weer doorverwijzen naar een psycholoog bijvoorbeeld. En tot zover deze top 5. Wil je meer? Abonneer je op ons kanaal, krijg je vanzelf meer video's te zien. Stay safe, peace.